vrijdagavond, maandag 10 augustus. En we staan voor het landgoed Klingendaal. Het is maandag, rond de klok van 7 uur. Komt altijd de voetballers aan. En die gaan we stiekem even filmen. Straks dan gaan ze tussen die bomen daar hun doeltjes plaatsen. En dan gaan ze tekeer. Wij denken dat we de eerste slachtoffers zien. Als het goed is, moet daar de voetballende prof eruit komen. Is dat hem? Ja. Die staat te wachten op de andere. Daar hoor, daar gaat hij. Dan is er eentje op de motor. Zie ik? Of niet? Dan gaat hij weer terug. De andere komt er nog een achter. Nou, hij gaat toch er maar even bij zitten. Heeft hij ons in de gaten? Nee, hè? Hij gaat sokken aandoen. En wie is dat dan weer op zijn motor? Die licht uit, joh. Kloot, hoor, die man. Ja, doe hem toch wel uit, joh. Wie ook mag zijn. Ja, dankjewel. Doe je helm af, dan kan ik je eventjes van dichtbij bekijken. Ziet het, hè? Blote benen, kan dat? Ja, blote benen, ja. Zo. Nou ja, nu ben ik benieuwd wie die sexy persoon is, hè? Ja. Nog niks, hoor. Kennen we die persoon? Ja, dat is Johan. Oh ja. Oh ja. Oh, hij gaat strippen. Ja hoor. Nog meer? Is dat alles? Heerlijk zo. Hè? Oh, wat gaat hij nu doen? Hij gaat zijn schoenen uitdoen. Wat zet die andere dan? Ja. Nee, hij gaat ze weer aankleden. Die is zich ook aan het aankleden. Maar waar is die andere dan gebleven? Die zie ik nog niet. Die staat naast de auto, toch? Of staat die niet? Oh ja. Wie is dat dan? Die moet Henk zijn, kan niet anders. Ik ben al klaar. Kom, keurig. Even uitlopen. God, die is nog steeds met zijn schoenen bezig. Is dat netjes achter de boom te bewegen? Oh kijk, heeft hij nou weer gedaan? Heb ik gemist. Die. Ja, daar komen ze aan hoor. Ze hebben ons niet in de gaten, hè? Gelukkig niet. Hoort ook niet. Nog niet meer. Ga je even zitten? Mag dat niet dan? Nee. Of ze doen net alsof. Zou ze ons wel in de gaten hebben, denk ik. Ja, Ger wel. Ja. Kun je het niks bij verbergen, hè?
Ik wil dat je het in de gaten had. Dus het is te warm. Het is te warm, ja. Hoi. Voorbereiden is het halve werk. Ja, daarom. En dan heb je de eerste kolen al zien maken. Zo. Ja. Dat doe ik het op. Ja. Is die dat toch? Ja, ik dacht dat ik ervoor was.
zal ik gewoon lopen terug. Hij was uit positie. Oeh! Oh, slecht! Ja. Dan weer. De bal is op de punt gekomen. Ja, het is net. Oh, juist. Blijf ratje. Ik ben hard niet aan nu. Ik ben nu al. Hij gaat nu draaien. Je kunt niet meer recht schieten. Ja, ja. Maak ons een jaartje. We zijn aan het filmen en opeens lukt alles niet meer. En dan zeggen ze dat het aan de bal ligt. Nou. Ze laten die ballen gewoon niet door. Ja. Ja, je kon niet meer passen ook. Hij doet heel raar. Lopend. Mag ik onder je door? Ja hoor.
Dat noemen ze nu een bal. En die moet daarin. Kie, heel vlug op je loodje kijken, want het is nog in tijd. Terug. Nou, dat wordt niks hoor, die bal. Daar zit Henk naar te kijken. Zie je dat? Opletten? Nee hoor, dat doet hij niet. Johan in actie. En wat doet hij? Nee. Henk, je houdt hem toch tegen. Nu moeten ze weer in naar die bal. En gaat hij erin? Natuurlijk. Joepie. Go! Ach, dat bal. Oh nee. Gaat hij erin? Nee, mis. Hens. Go! Wat doet hij? Nou, hij neemt hem mee. Het is afgelopen. Dat was dus het voetbalpartijtje van de drie boys. En dat was de bal. Die hebben ze kapot gemaakt. En dat was het einde. Voor 10 augustus. Waarom? Doei!